Mohammed Ibrahim Ayoub werd gisteren doodgeschoten. Hij was 15 jaar oud. Hij werd door zijn hoofd geschoten door een Israëlische scherpschutter. Naast hem werden nog 3 Palestijnen doodgeschoten. Honderden mensen raakten gewond. Ze waren niet de eerste en ze zullen helaas niet de laatste Palestijnen zijn die omkomen tijdens de grote mars van de terugkeer. De grote mars van de terugkeer begon op 30 maart. En zal nog duren tot 15 mei, de dag waarop 70 jaar geleden de staat Israël werd uitgeroepen. Sinds het begin van de protesten zijn er 37 Palestijnen vermoord. Meer dan 4.300 Palestijnen zijn gewond geraakt. Op 1 april, de dag nadat 17 Palestijnen werden vermoord door het Israëlische leger, tweette het Israëlische leger: "Yesterday we saw 30.000 people. We arrived prepared. And with precise reinforcements, nothing was carried out uncontrolled. Everything was accurate and measured. And we know where every bullet landed." Dit ging om ongewapende demonstranten. Dit is wat het meest morele leger ter wereld, zoals ze zichzelf noemen, hierover te zeggen heeft. De afgelopen decennia is de Israëlische politiek enorm richting extreem rechts geradicaliseerd. Maar het geweld tegen de Palestijnen is een veel fundamenteler onderdeel van Israël. De oprichting van de staat Israël was niet mogelijk geweest zonder het geweld van de zionistische milities die daarvoor de basis legden met de etnische zuivering van Palestina. De Israëlische historicus Benny Morris heeft hierover gezegd: "Er zijn omstandigheden in de geschiedenis die etnische zuivering rechtvaardigen. Ik weet dat deze term in de 21ste eeuw volkomen negatief gebruikt wordt, maar als de keuze is tussen etnische zuivering en genocide, de vernietiging van je volk, geef ik de voorkeur aan etnische zuivering. Dat was de situatie, dat is wat het sionisme voor zich zag. Een Joodse staat zou er niet gekomen zijn zonder het verdrijven van 700.000 Palestijnen. Daarom was het noodzakelijk hen te verdrijven. Het was nodig het binnenland te zuiveren, de grensgebieden te zuiveren en de belangrijkste wegen te zuiveren. Het was nodig de dorpen te zuiveren van waaruit onze konvooien en onze nederzettingen beschoten werden." Wat Morris hier beschrijft is de Nakba. Dit is hoe hij daarover praat en hoe hij het goed praat. Deze etnische zuivering werd uitgevoerd door de zionistische milities, de Haganah, de Irgun, Lehi, die later allemaal onderdeel werden van het Israëlische leger. Dus als we het dan hebben over dat meest morele leger ter wereld, dit is waar het uit voortkomt. De Israëlische historicus Ilan Pappe heeft uitgebreid gedocumenteerd wat er in die maanden gebeurd is. Hoe de milities te werk gingen op basis van Plan Dalet, etcetera, etcetera. Hij beschrijft hoe de milities maandenlang dorp na dorp zuiveren. Het bekendste voorbeeld hiervan is de slachting bij Deir Yassin, een dorpje ten westen van Jeruzalem waar ongeveer 600 mensen woonden. Nadat het dorpje werd ingenomen door zionistische milities, werden meer dan 100 Palestijnse dorpelingen, waaronder vrouwen en kinderen, vermoord. Het resultaat van al dit geweld was, naast heel veel doden en gewonden, de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen. En dat was het echte doel van het geweld. Wat ik vandaag wil doen is niet zozeer ingaan op die gebeurtenissen tijdens de Nakba zelf. Omdat ik denk dat dat iets is dat kan je gewoon nalezen. Onder andere het uitstekende boek van Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine. Maar ik wil meer ingaan op de historische context. Hoe kon die Nakba plaatsvinden? Wat waren de factoren die daar aan bijdroegen? Kort iets zeggen over de gevolgen ervan. Hopelijk heb ik dan nog wat tijd om iets te zeggen over strategie voor de solidariteitsbeweging. De Nakba en de daaropvolgende bezetting van Palestina zijn het gevolg van de samenkomst van 2 ontwikkelingen. De eerste
Het zijn twee ontwikkelingen in Europa, overigens. De eerste is de ontwikkeling van de Joods-nationalistische beweging die zichzelf het Zionisme noemt. De tweede is de ontwikkeling van het imperialisme. Het Zionisme ontstaat aan het einde van de 19e eeuw in Oostenrijk-Hongarije. In Europa zien we op dat moment de opkomst van allerlei nationalistische bewegingen. Dat creëert onder andere heel veel spanning in Oostenrijk-Hongarije, waar Theodor Herzl, de geestelijk vader van het Zionisme, woont. En wat je ziet bij die nationalistische beweging is dat ze heel erg bezig zijn met het afbakenen. Wie behoort tot welke natie? Wie behoort tot welk volk? En wat daarbij gebeurt is dat er heel erg wordt gekeken naar taal, naar cultuur en naar religie. Dus bijvoorbeeld de Tsjechen, die in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk woonden, die gingen zich heel erg identificeren met het verleden van de opstand van Jan Hus, een proto-protestant. Maar die zagen zich heel erg als protestanten tegenover de katholieke Oostenrijkers. Dat gebeurde door heel Europa heen. Maar wat er specifiek daarbij gebeurde ook, was dat de Joden steeds uitgesloten werden, omdat zij een andere religie aanhingen dan de dominante religie binnen een bepaalde natie. Dit gebeurde met name in Oostenrijk-Hongarije, waar Theodor Herzl dus opgroeide, in Wenen, de hoofdstad. En je ziet dat Herzl, in die tijd komt het antisemitisme ook op als gevolg van die opleving van het nationalisme. En je ziet dat Herzl zijn ideeën spiegelen eigenlijk dat antisemitisme. Dus hij zegt in zijn boekje De Jodenstaat: de Joodse kwestie bestaat overal waar Joden in waarneembare aantallen leven. Waar het niet bestaat, wordt het door de Joden meegedragen als gevolg van hun migratie. We bewegen natuurlijk naar plekken waar we niet vervolgd worden. En daar produceert onze aanwezigheid vervolging. Volgens Herzl is antisemitisme dus het gevolg van Joden. Dat is de wereld op zijn kop. Antisemitisme is het gevolg van mensen die antisemitische ideeën hebben, niet andersom. Het is een sterk staaltje, blaming the victim, waaruit hij de conclusie trekt dat Joden ervoor moeten zorgen dat zij een eigen staat krijgen waarin zij dominant zijn. Waarin ze niet langer een minderheidsgroepering zijn, zodat zij ook niet langer vervolgd kunnen worden. Deze houding staat in schril contrast met de houding van de meeste Joden op dat moment, die helemaal niets moeten hebben van het Zionisme. Je hebt natuurlijk orthodoxe Joden die om religieuze redenen niets moesten hebben van het politieke Zionisme. Dat is een belangrijk onderscheid. Hè. Er is religieus Zionisme wat iets heel anders is dan politiek Zionisme. En orthodoxe Joden moesten niets hebben van het politieke Zionisme, omdat het niet overeenkwam met de Joodse leer. Je had liberale Joden die heel erg keken naar assimilatie, onderdeel worden van de maatschappij waar ze al onderdeel van waren, maar ook door hun religie achter zich te laten en eigenlijk zich te assimileren. En je had socialistische Joden die de strijd voor hun eigen emancipatie zagen als onderdeel van een bredere strijd voor de emancipatie van de mensheid als geheel. Voor radicale gelijkwaardigheid, voor gelijke rechten voor iedereen. Dat waren veel dominantere stromingen dan het Zionisme. En twee gebeurtenissen in 1917 laten duidelijk het verschil ook zien tussen het perspectief dat verschillende stromingen hadden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Zionistische beweging, Chaim Weizmann, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Zionistische beweging, was een vertegenwoordiger in Engeland. Die kreeg in 1917 de Britse regering zover om de Balfour-declaratie te ondertekenen. In die declaratie committeert Groot-Brittannië zich aan de vestiging of de stichting van een Joods tehuis in Palestina. En dat is op dat moment heel belangrijk, want op dat moment verovert Groot-Brittannië precies dat gebied in het Midden-Oosten. Dus dat is nogal een overwinning geweest voor de Zionistische
beweging. Maar als je kijkt naar wat er ten grondslag ligt aan het overtuigen van die regering, van die Britse regering, om die declaratie af te kondigen, dan zie je dat dat vooral antisemitische ideeën en imperialistische belangen waren. Premier Lord George, Lloyd George bijvoorbeeld dacht dat de steun van de Joodse macht de overwinning tijdens de Eerste Wereldoorlog zou bespoedigen. Winston Churchill zag het sionisme als een nuttig tegengif tegen al die opstandige socialistische Joden. Als we een Joodse staat creëren in het Midden-Oosten, dan is dat een tegenwicht tegen de Joden die juist in eigen land het gevecht aan willen gaan tegen racisme en discriminatie. Arthur Balfour, de minister die namens de Britse regering die declaratie tekende, verklaarde tegenover Weizmann een antisemiet te zijn. Waarop Weizmann antwoordde dat sionisten het cultureel antisemitisme onderschreven. Daarnaast zag de Britse regering een Joodse staat te midden van een Arabische minderheid als een bijzonder nuttige investering. Een bevolking die geïmplanteerd wordt op een plek waar ze tegenover de oorspronkelijke bevolking komen te staan en in feite een levende vesting worden, dat kon een hele belangrijke positie zijn. Zeker op de route of langs de route van Groot-Brittannië naar kroonjuweel India van het Britse imperium. Dus dat was een hele belangrijke beweegreden. En Churchill schreef in 1920, als wat goed zou kunnen er in onze tijd een Joodse staat onder bescherming van de Britse kroon zou worden gecreëerd op de oevers van de Jordaan, zal er een gebeurtenis hebben plaatsgevonden die in elk opzicht voordelig is en vooral in overeenstemming zou zijn met de belangen van het Britse imperium. De zionistische strategie kwam erop neer om imperialistische mogendheden te overtuigen hun een staat te geven door hun te overtuigen op basis van antisemitische vooroordelen en in te spelen op imperialistische belangen. In datzelfde jaar, als de Balfour-declaratie, was er ook succes op een ander terrein. In Rusland werd de tsaar omvergeworpen door de revolutionaire beweging. De tsaar, het regime van de tsaar was een van de bolwerken van antisemitisme in Europa. En de omverwerping daarvan was een enorme stap voorwaarts in de strijd voor gelijke rechten. Saillant detail is trouwens dat door de Russische revolutie ook de Balfour-declaratie bekend werd. Omdat Trotsky als volkscommissaris voor buitenlandse zaken alle diplomatieke overeenkomsten waar Rusland over beschikte openbaar maakte. Na de oorlog bleef deze tegenstelling bestaan. Het zijn andere verhoudingen. De Hongaars-Israëlische filosoof Yehuda Elkana, zelf overlevende van de Auschwitz, zei hierover dat er uit de as van Auschwitz twee volkeren ontstegen. Een minderheid die stelt dit mag nooit meer gebeuren en een bange en gekwelde meerderheid die stelt dit mag ons nooit meer gebeuren. Die uitspraak van Benny Morris die ik net citeerde, die past heel duidelijk in die laatste categorie. Maar de grote vraag is altijd als we het over de Tweede Wereldoorlog en Israël hebben, was er een alternatief? Ja. Ten eerste was het sowieso geen volkomen zaak dat de nazi's aan de macht zouden komen, dat de oorlog zou uitbreken. Dat is een heel lang verhaal, dat ga ik hier nu niet houden. Maar het is wel belangrijk om het in je achterhoofd te houden. Ten tweede, er waren een heleboel andere plekken waar Joden veel liever naartoe hadden willen gaan. De meeste Joden die uit Nazi-Duitsland vluchtten, wilden vertrekken naar de Verenigde Staten. Maar daar werden ze tegengehouden. De krantenberichten die je nu af en toe op Facebook voorbij ziet komen uit de jaren 30, van hoe Joden aan de grens bij Duitsland werden tegengehouden door Nederlandse politie, terwijl ze wisten wat er gebeurde in Duitsland. Dat laat heel erg duidelijk zien dat er een andere mogelijkheid was, maar dat die geblokkeerd werd door de westerse staten. Diezelfde staten die ondertussen bezig waren om de kolonisatie van Palestina mogelijk te maken. Dus dat is de tegenstelling. En ik denk,
een van de schrijnende voorbeelden wat dat betreft is het voorbeeld van het schip, de St. Louis is het volgens mij, waar bijna 1000 Joodse vluchtelingen uit Duitsland vanuit Hamburg vertrokken om naar de Verenigde Staten te gaan. Waar ze uiteindelijk niet naartoe mochten, omdat terwijl ze ze zouden naar Cuba gaan om in Cuba te wachten op permits om in de Verenigde Staten terecht te kunnen. Maar terwijl ze op dat schip zaten, in die tijden duurde het allemaal nog wat langer reizen, maar terwijl ze op dat schip zaten, werd de wetgeving in Cuba veranderd, waardoor ze ook in Cuba niet konden wachten. Ze hebben een hele periode rondgezworven op de Atlantische Oceaan aan de oostkust van de Verenigde Staten. Uiteindelijk zijn ze teruggekomen naar Europa. Een deel is opgenomen door Groot-Brittannië, een deel door Nederland, een deel door België, een deel door Frankrijk. Van de bijna 1000 mensen die aan boord waren van dat schip, zijn er iets meer dan 200 hebben de oorlog overleefd. Dat kwam simpelweg omdat de Verenigde Staten weigerden om die mensen toe te laten. Omdat Cuba vervolgens onder druk werd gezet, ook om te weigeren om Joden toe te laten. En dat is het werkelijke vraagstuk wat we moeten beantwoorden op het moment van, was er een alternatief? Ja, er was een alternatief, maar wie lagen daar in de weg? Daarnaast, als je nu kijkt naar de situatie van antisemitisme wereldwijd, dat is niet verdwenen door de vestiging van de Joodse staat. Israël is helemaal geen veilig land. De zelfmoordcijfers zijn enorm. De maatschappij heeft heel erg last ook van de bezetting, waar al die mensen deel aan nemen. Dat heeft ook psychische effecten. Zelfmoordcijfers zijn enorm hoog. Tegelijkertijd doen ze er wel aan mee. Dat is het lastige van die situatie. En ondertussen zien we dat er miljoenen vluchtelingen zijn als het gaat om de Palestijnen. De permanente bezetting, de apartheid in het gebied wat in 1948 veroverd werd door de kolonisten, de bezetting van de gebieden daarbuiten ook nog eens, de ellende in de buurlanden waar ze in vluchtelingenkampen leven en waar een deel van de Palestijnen volledig afhankelijk is van de steun van UNRWA, de VN-organisatie, waarvan Donald Trump nu het geld weer afgeknepen heeft. Dus we zien wat dat betreft dat het enorme gevolgen heeft gehad. En ik ga hier niet verder in op die specifieke omstandigheden, omdat ik denk dat als je een beetje zoekt, dan kan je dat zelf ook wel vinden. Maar ik wil nog het een en ander zeggen over strategie. Want wat we ook zien is dat wereldwijd de steun voor Israël afneemt. En dat zie je nog niet zozeer in de steun van staten en bedrijven, dat valt nog wel mee. Maar je ziet dat onder de bevolking van de meeste landen, daar waar zeker in West-Europese landen in de jaren 60 en 70 de bevolking pal achter Israël stond, dit al lang niet meer het geval is. En dat is een enorme stap voorwaarts. En ik denk dat dat te maken heeft met het failliet van het links-sionisme in Israël. In de jaren 50 en 60 waren het vooral de links-sionisten die aan de macht waren. David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, die was daar een belangrijke vertegenwoordiger voor. En wat zij deden was eigenlijk een sociaal imago van de kibbutzims en ook socialistische retoriek gebruiken om ondertussen het project van een exclusief Joodse staat te verkopen. Dat is een spagaat die ze enige tijd konden volhouden, maar die steeds verder door de realiteit uit elkaar werd getrokken en inmiddels niet meer houdbaar is.
Eind jaren 70 was het voor het eerst dat de rechtse Zionisten aan de macht kwamen in Israël. En sindsdien zien we steeds verder de verschuiving naar rechts, rechtser, extreem rechts, nog extreem rechtser, et cetera, et cetera. En daardoor zie je dat, dat wat er gebeurt, wordt heel erg duidelijk. Het is niet meer te verbloemen. En dat creëert problemen voor het imago van Israël. En dat stel, daardoor verliest het ook aan steun wereldwijd. En je ziet ook dat daardoor de afgelopen jaren de BDS-beweging heel erg in opkomst is gekomen. En nou ja, ik zal niet alle voorbeelden noemen, maar het is toch wel frappant dat er in Arizona, een Amerikaanse staat, een blacklist is met Nederlandse bedrijven, omdat die mee zouden doen aan de BDS-beweging. Nou, HEMA staat daarop. Om maar even een voorbeeld te geven. Maar dat zegt iets over de angst van Israël, want die spelen hier een rol op de achtergrond, de Israëlische lobby, om dit soort wetgeving er doorheen te krijgen. Anti-BDS-wetgeving. Maar het zegt iets over, juist over de kracht van BDS, dat ze daar op die manier op moeten reageren. En je ziet dat het werkt in de mensen die weigeren om naar Israël toe te gaan. Of Stephen Hawking, die helaas onlangs is overleden, was een goed voorbeeld van iemand die aanvankelijk uitgenodigd was voor een conferentie in Israël. En die vervolgens zei, nadat hij met een aantal Palestijnse vrienden van hem had gesproken, zei van, ik kan niet naar die conferentie gaan, want ik wil niet dat project daar zo steunen. Afgelopen week, Natalie Portman, die weigert om naar Israël toe te gaan om een award in ontvangst te nemen. Dat wil niet meteen zeggen dat ze 100% achter BDS staat of de uitgangspunten daarvan. Maar het zegt wel iets over de impact die de BDS-beweging en breder het geweld ook van Israël, het naakte geweld, hoe duidelijk dat steeds terugkomt, dat dat een impact heeft op mensen en dat het ook begint door te sijpelen onder mensen die een positie hebben in onze maatschappij als het gaat om celebrities, wetenschappers, et cetera, et cetera. De eerste mensen het begint wat groter te worden. Er waren mensen die dat al decennia lang doen. Roger Waters is er een goed voorbeeld van. Maar er beginnen er steeds meer overstag te gaan. Dat is heel goed. Maar er zijn ook hele grote gevaren voor de BDS-beweging. Ik heb trouwens niet de afkorting uitgelegd, bedenk ik. Maar ik zie best wel bekende gezichten in de zaal, dus ik denk dat de meeste mensen het wel weten. Maar BDS staat voor boycot, desinvesteren en sancties. En het is een oproep vanuit de Palestijnse gemeenschap om dat te doen. Dat is een groot verschil met de meeste andere boycotten en oproepen tot boycotten en sancties en dergelijke. Die komen meestal van buitenaf. Hè? Bijvoorbeeld de sancties tegen Iran, et cetera. Dat komt allemaal van buitenaf. In het geval van Israël is het specifiek dat de onderdrukte groep er zelf om vraagt van, wij willen dat jullie boycotten, desinvesteren en sancties opleggen. Dat is een heel, heel belangrijk verschil. Maar er zijn een aantal gevaren, ondanks alle successen die BDS heeft bereikt. Ten eerste natuurlijk de Israëlische lobby die bezig is om tegen wetgeving er doorheen te krijgen. Ze zijn goed georganiseerd, hebben een staatsapparaat achter zich wat gewoon over flink wat vermogen beschikt, daarin ook gesteund wordt door de Verenigde Staten, de grootste ontvanger van buitenlandse steun ter wereld van de Verenigde Staten is Israël. Daarna Egypte trouwens, niet onbelangrijk. Dat is één gevaar, maar ik denk dat dat niet een fundamenteel gevaar is, omdat het is een reactie. En ze hebben niet de kracht om die fundamentele problemen die ik net heb geschetst, die Israël heeft, om die daadwerkelijk te ondermijnen. Wat ze wel kunnen doen is verwarring zaaien, vertragen, het moeilijk maken, et cetera. Gevaarlijker is de opkomst van extreem rechts in Europa,
in de Verenigde Staten, et cetera. Want op het moment dat types als Wilders en Baudet aan de macht komen, dan kunnen wij als BDS-beweging onze borst nat maken. Dan hebben we een nog veel groter probleem dan met de partijen die er nu zitten, die ook allemaal Israël steunen, maar op een andere manier. Ik bedoel, voor Wilders is Israël het model. Zo moet Nederland er ook uit gaan zien. Dat is wat hij wil. Ik heb me niet heel erg verdiept in hoe Baudet over Israël denkt, maar in algemene lijnen weet ik het wel. En je ziet het ook bij zijn eigen aanhang, dat die vol zit met vooral jongere Zionisten. Dus ik denk dat dat een heel groot gevaar is en dat we als solidariteitsbeweging ook heel bewust moeten zijn van dat die strijd tegen racisme en discriminatie in Nederland en de strijd tegen extreem rechts heel erg verbonden is met de strijd voor de rechten van de Palestijnen. Omdat het is dezelfde partij die daar de blokkade opwerpt. Een derde ding is dat BDS-successen zijn uiteindelijk BDS-successen en nog niet zozeer veranderingen aan de grond in Palestina zelf. En ik denk dat dat een hele belangrijke is, want uiteindelijk is BDS een ondergeschikt onderdeel van de hele strijd die plaatsvindt in Palestina, rond Palestina en voor de bevrijding van Palestina. BDS is een steunbeweging vanuit voornamelijk het Westen op dit moment, voornamelijk bedoeld om in het Westen de steun door te knippen, maar juist buiten het Westen is de steun voor de BDS-beweging veel groter. Als je bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika kijkt, dat is een goed voorbeeld. Maar uiteindelijk is het absoluut van belang dat in Palestina zelf er een beweging ontstaat, en die is al bezig om te ontstaan, die opnieuw leiding kan nemen in de strijd. Ik denk dat een van de problemen waar de Palestijnse strijd nu mee te maken heeft, is dat de leiding, als het gaat om de PLO, als het gaat om Fatah en ook als het gaat om Hamas, de afgelopen periode zich niet van hun beste kant hebben laten zien. En dat er een verversing van de leiding, een hernieuwing van de leiding noodzakelijk is. Maar ik zie dat nu ook juist gebeuren. Ik denk dat de oproep voor BDS daar een rol in speelt. De organisaties en de mensen die daar een rol in spelen. Ik denk, wat ik heel erg indrukwekkend vind, is hoe in het Israëlische parlement, in de Knesset, Palestijnse vertegenwoordigers steeds de confrontatie weer opzoeken, terwijl ze weten dat ze daar uiteindelijk nooit een stemming gaan winnen, toch het steeds weer gebruiken om die strijd te voeren. Ik denk dat dat ook onderdeel is van het opnieuw opbouwen van die beweging. En als je kijkt naar wat er de afgelopen weken is gebeurd, die massale demonstraties die er waren, ik denk dat dat enorm belangrijk is. Dat dat de basis is waarop die beweging gebouwd kan worden. Maar tot slot, en daarmee wil ik afsluiten, het probleem waar de Palestijnse beweging mee te maken krijgt, is dat er een enorme hoeveelheid Israëliërs, Joodse Israëliërs wonen, die niet, zoals in het geval van Algerije, terug kunnen naar een moederland. In het geval van Algerije was het heel duidelijk. De Franse kolonisten moeten terug naar Frankrijk. In Israël ligt dat ingewikkelder. Ingewikkelder is ook dat je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en in Algerije waren de kolonisten een hele kleine minderheid. In Israël zijn ze niet een hele kleine minderheid. Ja, de Palestijnen zijn het meer. En als je naar de regio als geheel kijkt, zijn ze de grote meerderheid. Maar binnen de grenzen zijn ze dat niet. En dat maakt het heel moeilijk om die strijd op basis van alleen maar massastrijd te voeren. En daarom denk ik dat uiteindelijk de oplossing ook ligt in de opleving van revolutionaire bewegingen in andere landen die verbonden zijn met dat hele
die de strijd voeren tegen dat systeem wat daarmee verbonden is. Dus dan heb ik het over Egypte, dan heb ik het over Turkije, dan heb ik het over Iran. Als daar massabewegingen ontstaan die een einde maken aan de dictaturen die daar zo zijn en die daar zo een alternatief weten op te bouwen, dan zal er ook de ruimte ontstaan in Palestina en ik denk ook in Syrië om het te gaan hebben over de echte weg vooruit. Daar wil ik het voor nu even bij laten. Dankjewel, Max.